mensen heb jij gezien? 25 jaar mee bezig, toch? Ja, duizenden. Wauw. En duizenden huizen, ik heb geen idee. Veel, heel veel. Hoe ben jij begonnen? Of wat is jouw ontwaking geweest? Een expliciete ervaring? Jawel. Ja. Bij mij is het begonnen als kind met gewoon een hele sterke gevoeligheid voor dingen, maar niet de tools en de skills en de ervaringen en de volwassenheid om daarmee om te gaan. Dus mijn strategie is geweest afsluiten, gewoon net doen alsof het niet bestaat. Ja. Nou, dat heb ik 28 jaar volgehouden en toen... Mag ik heel even wat vragen? Is dat een hooggevoeligheid invoelen of hoe werkt jouw systeem? Ja, ik denk op heel veel verschillende lagen. Maar wat het voor mij met name was, was dat... misschien ook omdat ik gewoon nog zo jong was, dat het gewoon, ik zag iets, bijvoorbeeld ik was met iemand en die zei A en ik zag B. Ja. Maar omdat ik dacht van, oh, ik ben natuurlijk nog hartstikke jong, jij bent volwassen, je zal het wel beter weten dan ik, ga je twijfelen, zeg maar. Dus het is een soort kompas wat in de war raakt. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurde. Ja. En dan als een soort overleving dacht ik van, nou ja, laat maar, weet je wel, ik doe gewoon net alsof dat het allemaal niet is. Dus dat was niet zozeer op dat moment visueel hoor, en dat is eigenlijk nog steeds niet mijn... overwegen de manier waarop ik waarneem. Er zitten heel veel verschillende kanten aan. Het is met name gewoon voelen en weten wat het bij mij is. Ja. Dat had ik als kind eigenlijk ook wel. Ja. En soms zie ik ook gewoon heel duidelijk dingen. Goed, weet je, het is gewoon hoe je bedrading in elkaar zit, denk ik. Ja, maar je hebt wel echt van die enorme blauwe kijkers. Heldere blauwe kijkers. Ja. Dat je zou... Ik denk dat het wel gewoon een soort... voor mij is het gewoon eigenlijk ook heel logisch, want het is een soort scan. Je ontmoet iemand en dan zet je in een nanoseconde scan je, dan weet je het eigenlijk gewoon. Ik noemde dat bij mijn eerste teacher, die ik wel echt 5 jaar lang gehad heb. Ik weet nog heel goed de eerste ontmoeting met haar. Dat was in haar kelder, dat klinkt ook weer zo, maar ze had echt een onwaanzinnig mooi huis met een hele mooie kelder. En... ik was dus die ruimte aan het scannen. Ja. Om gewoon, weet je wel, wat is dit hier? Al die stenen, die dingen, die vrouw. Ik vond het allemaal best wel spannend. Ja. Dus dan scan ik. Ja, precies. En toen zei zij, ik weet niet hoe je het noemt, of misschien heb je er een naam voor. Maar het is niet de bedoeling dat je zomaar scant. Oh. En toen voelde ik me dus heel... Betrapt. Want ik had dus nog nooit iemand ontmoet die... Die dat gelijk door had of zo. Die dus zag aan mij, die ook kon zien dat ik aan het scannen was. Ja, volgens mij is dat ook gewoon menselijke interactie, toch? Want je weet je wel. Toen zei ze, hoe noem je dat dan? Toen zei ik, nou, dat is mijn scanner. Ja. Dus dat is een soort... Ja, een zoeklicht. Ja, en dan heb ik de hele ruimte gezien op verschillende lagen en dan kan ik er zitten en dan weet ik het. Maar die vrouw die had mij dus, die gaf me dus een soort moederlijk standje. Ja, grappig. Terwijl ik juist iemand zou aanmoedigen om dat juist te doen. Want kijk, feitelijk gebeurt dat altijd. Je bent altijd iemand aan het scannen, want je bent voortdurend natuurlijk informatie aan het zenden en aan het oppikken. En je lichaam werkt als een soort fantastisch biofeedback mechanisme, wat je de hele tijd vertelt van, oh, dit pik ik op en hoe verhoud ik mij daartoe, wat briljant is. Alleen voor de meeste mensen is dat onbewust, dus die reageren alleen maar. Maar we hebben geen idee wat ze zelf uitzenden of wat ze oppikken in de mix daarvan, zeg maar. Dus dat is een beetje... Nee, bij haar was het zelfs ook een tijd dat het dicht moest. Ja, nou ja, ik ben daar dus echt geen voorstander van om mensen af te sluiten en geen bescherming, dat soort dingen. Want ja, daar is zij wel, dat heeft ze mij wel echt geleerd. Heel veel mensen leren dat. Wat is dat dan? Want ik hoorde jou het vertellen en dacht ik, hé, dat is een interessante, want ik heb dus geleerd van haar om meeste mensen leren om dat te doen. En ik heb dat nu zelf op een gegeven moment, 2 jaar geleden of zo, met de school, toen ben ik zelf les gaan geven en toen merkte ik dat ik ermee stopte, dat ik het niet meer deed. Ja. Dat ik er gewoon... Ik ben er beschikbaar voor. Ja, het is... Maar dat is het. Dat. Kijk, de meeste, als je gewoon kijkt naar het mechanisme achter enigszins bescherming, is het vertrekpunt altijd angst. Ja, maar het resoneerde enorm toen je dat zei. Ja. Fuck, tuurlijk, duh. I need a shield to conquer the world. Wow. Oh, wow.
Weet je wel? Terwijl je hele systeem gemaakt is, design-wise. Om gewoon hier helemaal te zijn. Ja, precies. Om alles gewoon te ervaren, helemaal binnen te laten, full-on te ervaren. Maar ja, ook terwijl je het ervaart te realiseren: oké, dit is gewoon wat er nu gebeurt. Ik voel gewoon intens, verdriet, boosheid, angst. En that's it. En dan blijkt, als je dat dus doet, komt het opnieuw op hetzelfde punt dat je het helemaal bewust ervaart en volledig kan omarmen. Dus dat dus je hele lijf gewoon totaal ontworpen is en transparant is om die ervaring te hebben, maar binnen no time ook weer kwijt te zijn. Dus als je dat eenmaal doorhebt, dan is, is er ook geen noodzaak voor energetische bescherming, want dan is er namelijk niets wat jou iets aan kan doen. Want je hebt zo'n soort tevellaag waar je een eitje tegenaan gaat en dat glijdt van af. Maar zolang je dus nog in verzet bent tegen iets wat je oppikt van een ander of van een plek waar je komt, wat dan ook, dan heb je misschien het gevoel van, oeh, dit is too much voor mij. En op een bepaalde manier is dat zo. Alleen door dan te investeren in energetische bescherming, je maakt je comfortzone steeds kleiner. In plaats van dat je dan je systeem traint van, oh, ik kan dit wel ervaren en als ik daar wakker mee omga, heb ik daar geen last van. Ga je eigenlijk investeren in nog meer verzet. Ja. Dus jij wordt dan nog steeds meer in de kamp. Nog krapper. Krapper. En dicht. Ja. Meer gepolariseerd en meer in verzet. En ook nog eens een keer datgene waarvoor je je wilt beschermen, geef je steeds meer energie. Dus dat komt steeds heftiger op je pad. Maar dit is wel echt een soort nummer 1 les, hè? Wat de meeste mensen op de chakra. Ja, ik weet het. Maar ja, dat is wat mij betreft gewoon pas 1. Ja. Het deed wel heel veel met mij toen we het zijn.